onze dagen zijn een optelsom van ervaringen. Al die ervaringen bij elkaar maken ons tot de persoon die we zijn. Erna, ik hoorde van een collega dat je zo'n mooi schilderij hebt gekregen van je kleindochter. Ja, ja. Hangt beneden. Ja? Zou ik het straks eens even mogen zien? Ilse laat zien hoe zij belangrijke ervaringen van een bewoner warm en levend houdt. Ja, dat heeft mijn kleindochter gedaan. Ja. Maar ik dacht niet anders nog. Nee, deze komt u brengen, die andere week. Ja, ja. Mooi, hè? Ja. Ik vind het Ik snap wel dat u daar... Ik had een beetje tranen in mijn ogen. Nou, een beetje veel wel. Ja. Ja, ik snap dat u daar... Dat is mijn husband. Leo, ook geen Leo. Ken nou, Leo? Nee, ik ken Leo niet. Nee, nee, maar u heeft wel veel over hem verteld, over hoe jullie elkaar ontmoet hebben. Ja, ik moet er niet over begrijpen. Nee, vind je dat moeilijk? Ja. Ja, maar dat is ook moeilijk. Ja, nou, dat valt wel mee. Nou, valt wel mee. Is niet van mee. Niet zo hartstikke. Ja. Maar het is niet erg om je tranen soms te laten gaan, hè? Dat doe ik ook wel. Thuis. Ja, maar hoef je niet alleen te doen. Nee, maar goed, ik ben... Door belangrijke ervaringen met elkaar te delen, kunnen we bijdragen aan het leefplezier van een bewoner. Welke ervaringen zijn voor jouw bewoners belangrijk?